Nou, we hebben gesproken met elkaar en elkaar vastgesteld dat wij nog steeds ruimte zien en ook de wens hebben dat er een meerderheidskabinet komt. We hebben niet onderhandeld. Er stond hier en daar het beeld in de media alsof we dan met z'n drieën een soort vooronderhandeling zouden gaan doen. Dat doen we niet. Wat we wel tegen elkaar hebben uitgesproken, ik heb dat ook in de Kamer laatst gezegd en daarbij Alexander Pechtold geciteerd, dat zo'n kabinet, wat ons alle drie betreft, ook een kabinet moet zijn dat links en rechts, conservatief en progressief verbindt. Dan komt tot slot de vraag met welke partijen dan. Dat is natuurlijk altijd gevoelig. Daar zeg ik nu ook verder niks over. En daar zal ook de informateur de komende dagen natuurlijk verder in procederen.